Welkom op ons webinar. Er zijn een aantal nieuwe ontwikkelingen rondom de Unistream vrijgegeven. En Remco Labordes, mijn collega technische ondersteuning, gaat daar dadelijk dieper op in. Mijn naam is Erik Seijner en ik geef eventjes een globale opsomming van de noviteiten die zowel in hardware als in software zijn vrijgegeven. Nou, zoals we weten hebben we binnen Unistream een 7 inch, een 10,4 inch en tegenwoordig ook een 15,6 inch OPLC, Operator Panel PLC, waarop de I/O achterop wordt geklikt. En ja, daarnaast de software natuurlijk die een groot onderdeel is voor het mooi maken, maar ook het kunnen aansturen van andere apparatuur. Wat heeft in de software nu plaatsgevonden? Er zijn een aantal wijzigingen, of niet wijzigingen, maar innovaties geweest. En één daarvan is dat we ook nu dus live videobeelden kunnen binnenhalen. Dus live streamen via een Ethernetcamera. Om bijvoorbeeld een gevaarlijke situatie, of als je een hele grote machine hebt, dat je dan ook een live beeld even op de gevaarlijke situatie kan zetten. Om te kijken wat er precies aan de hand is zonder daar naartoe te gaan. Maar ook in de gebouwenautomatisering zou dat natuurlijk ook een toepassing kunnen zijn. Dan is er nog een nieuw protocol, een SNMP-protocol, het Simple Network Management Protocol. Een toepassingslaag protocol eigenlijk die ervoor zorgt dat je gemakkelijk overdracht van de managementinformatie tussen netwerkmachines kan realiseren. Als je kijkt naar de webserver, er zat natuurlijk een webserver in. De webserver is uitgebreid. We kunnen nu ook mooie meetinstrumenten zoals hier onderaan wordt weergegeven, kunnen we ook nu via de webserver laten zien. Een stukje op afstand meekijken met een mobiele telefoon bijvoorbeeld, via de VNC-mogelijkheid. Start een applicatie op een mobiele telefoon, PNC-client, en je kunt dus op afstand de applicatie bekijken. Er zijn natuurlijk nu twee mogelijkheden. Je krijgt full access, volledige toegang, of je krijgt toegang alleen om te kijken. En dat alleen om te kijken, dat is nieuw geïntegreerd. Verder is er een mogelijkheid om bijvoorbeeld via je Uni-apps I/O-punten te forceren. Dus als je naar de keuzemenu's gaat, zoals hier, dus rechtsbovenin even ingedrukt houden, kom je in de Uni-apps-omgeving, kun je dus I/O-punten forceren. Ook een leuk iets is dat je screenshots kunt maken. Bijvoorbeeld mensen die... een trend willen laten zien, die kunnen daarvan direct een screenshot maken, zodat die screenshot die weggeschreven kan worden naar bijvoorbeeld een geheugenkaart. Wat ook mogelijk is om plaatjes bijvoorbeeld op te slaan met een screenshot, dus je krijgt eigenlijk volledige screenshot functionaliteit. Dan hebben we nog een HMI message box. Je kan bijvoorbeeld, zoals we hier zien, op een instrument klikken, waardoor daar weer een pop-up komt en met bepaalde instructies die je dan weer moet volgen. Kijken we naar de hardware. Er is een nieuwe module, de UIA0800N, gelanceerd. Dat is een 8-kanaals 13-bits analoge ingangsmodule. Die kunt u nu erachter op klikken en dan kun je dus de waarden van 0 tot 10 volt, 0 tot 20 mA of 4 tot 20 mA gebruik van maken. Ondersteuning van de nieuwe modem staat in het lijstje. De Centerion EAS6T is nu naar voren gekomen. En voor wat betreft de I/O-configuratie, dat zal dadelijk Remco ook eventjes nog verder benadrukken. Je zou dus I/O erbij kunnen klikken en vanuit die Uni-apps dan ook die desbetreffende I/O activeren.
Er zijn dus heel wat nieuwe ontwikkelingen waardoor het nog makkelijker wordt om te programmeren. Je ziet die omgeving, ofwel de uitbreiding van de modules, de hardware, maar ook zeer zeker de software, het blijft in ontwikkeling. Goed, ik wil eventjes de rechten geven aan mijn collega Remco Labordes, zodat hij de presentatie eventjes verder kan overnemen. Remco, aan jou het woord. Goedemorgen iedereen. Welkom bij dit webinar wat ik ga geven over het nieuws van de Unistream. De Unistream, de alle nieuwigheden die we gaan laten zien, die zijn te vinden in de laatste softwareversie. En ik ga in ieder geval eventjes... Even kijken. Al het nieuws wat te vinden is te vinden in de nieuwste release van de Unilogic software. Die software die is te downloaden op de website van Unitronics. Die vindt u onder het kopje support en downloads Unistream. Daar is ook de laatste versie te vinden. In de release notes die bijgesloten zit, die ook op de webpagina te downloaden zijn, staan in kort overzicht alle nieuwe items ook genoemd die er zijn. Het is een doorgaand document. In de nieuwe release notes zitten ook de release notes van de voorgaande versies opgenomen. Dus als u komt van versie 1.7, dan kunt u kijken, oké, wat is in 1.8, 1.9 en 2.0 aan nieuwigheden erbij gekomen. Dat geeft een kort overzicht van de nieuwigheden die er allemaal zijn. Maar goed, mijn collega Erik Seijder, die noemde al aan u dat er nieuwe hardware is. En eigenlijk is er op het vlak van hardware, zijn er de nieuwe I/O-modules natuurlijk. Hè. We hebben nu een optie om 8 analoge ingangsmodules, 8 analoge ingangen, module met 8 analoge ingangen aan de PLC te koppelen. Die kunnen ook separaat kan gekozen worden voor een toepassing waarbij u 0 tot 20 mA heeft als ingang of 0 tot 10 volt ingang. Uiteraard is er ook een keuze mogelijk om te zeggen van... Ik ga even kijken of ik mijn pointer tevoorschijn kan halen. Nee, ik zie hem niet staan eventjes. Het is inderdaad ook de mogelijkheid om te zeggen hij is 4 tot 20 mA. Het leuke bij de Unistream CPU's is dat u kunt kiezen voor 0 tot 8,8191, de ruwe waarde die binnenkomt. Maar u kunt ook ingeven van 0 tot 10.000. En dan zegt u van nou, dan als u 0 tot 10 volt kiest, dan is 0 tot 10.000. Dan heeft u 10,00, dan heeft u gelijk de gewenste nauwkeurigheid. De linearisering, de verschaling, vindt direct in de I/O-module plaats. Daarnaast is er op de UID 0808-THS-module een aanpassing geweest, ofwel een extra functionaliteit, worden daaraan toegevoegd. En dat is dat in die module scenario's aangemaakt kunnen worden. De THS-module is een high-speed counter module, high-speed output module, maar in die module kunnen scenario's ingezet worden, dat bijvoorbeeld na het bereiken van een bepaalde telwaarde een uitgang hoog gezet wordt, of nadat een ingang hoog komt, dat zoveel pulsen gaat tellen en dat hij dan een uitgang voor zoveel pulsen hoog houdt. Het zijn allemaal scenario's die gevraagd worden vanuit de markt. Machine komt een signaal binnen, zoveel pulsen later moet er een uitgang geschakeld worden die dan zoveel pulsen lang hoog blijft. Dat is rechtstreeks in die I/O-module te doen. Dat gaat dan heel snel. Dat gaat buiten de CPU van de PLC om, waardoor inderdaad de communicatieslag die altijd tussen de I/O's en de CPU zit, bespaard wordt. Dus ofwel de reactietijd is daarmee ultimate erg kort. Andere, en hele logische denkt u dan misschien, op het moment dat we een PLC-applicatie maken, dan hebben we nu in de nieuwste versie de mogelijkheid om te kiezen voor I/O-configuraties. Wat houdt dat in? Nou, stel u maakt een machine en die machine heeft een aantal opties. Bijvoorbeeld een optie om een extra uitwerpunit aan te brengen. Of een optie om een extra slijpapparaat aan te kunnen sturen. Maar dat zijn opties die u niet altijd meeverkoopt in de machine. En in het verleden is het zo, en eigenlijk is het algemeen zo, dat je voor iedere variant dan een apart programma maakt.
Wij hebben nu de mogelijkheid in de Unistream PLC's om te zeggen van nou, ik ga werken met IO-configuraties. Dan maakt u gewoon één programma voor de volledige configuratie. En u kunt op de CPU zelf, op de PLC zelf, kunt u eenvoudig selecteren welke machineconfiguratie u heeft gemaakt. Er kunnen meerdere configuraties opgeslagen worden. U kiest eenvoudigweg de configuratie met de IO's. Stel u heeft inderdaad een temperatuurregeling erop zitten. Nou, dan kiest u dus de configuratie waar de PT100 module dan in zit. Dan kiest u dus inderdaad voor die variant. En dan weet de PLC, oké, ik heb die variant en dus ik gebruik de IO's die daarin zitten niet. En ik geef ook geen foutmelding op mijn ontbrekende IO's, want de IO-configuratie komt overeen met hetgene geselecteerd is. U kunt vrij eenvoudig kunt u kiezen van die en die modules heb ik niet. En dan kunt u gewoon de download doen. Het leuke is, stel dat er inderdaad een update komt in de machine en die IO-module wordt eraan toegevoegd, dan kan eenvoudigweg op de HMI zelf die configuratie weer vrijgegeven worden. Daardoor heeft u één programma, bespaart u dus op de tijd van ontwikkeling en op de tijd van het onderhoud van het programma's. U hoeft niet meer vier programma's, vijf programma's bij te werken als er ergens een plaatje wijzigt of een logootje van uw firma wijzigt. Eén programma met meerdere configuraties intern. Nou, in diezelfde hoedanigheid eigenlijk, maar toch op een andere manier, zien we ook dat de vraag is vaak om dingen te kunnen testen. Normaal gesproken zijn er ingangen, stel een sensor heeft het begeven en die is tijdelijk niet voorradig en die ingang is nodig om de PLC verder te laten werken. Dan kan er nu een keuze gedaan worden om te zeggen van nou, dan ga ik die ingang ga ik forceren. Ik ga die ingang forceren zodat mijn PLC denkt dat die ingang aanwezig is. We kunnen dus inderdaad daar een waarde op van een digitale ingang. We kunnen dus gewoon een input kunnen, een set geven of een reset. Maar we kunnen hem ook inderdaad forceren naar 0 of forceren naar 1. Of we kunnen hem inderdaad weer in de normale status laten werken. Daarmee kunt u dus ook testen. Ook kunt u eventueel een machinetest doen zonder de sensoren aan te sluiten. Dat geldt natuurlijk niet voor de ingangen, maar dat geldt ook voor de uitgangen. Dat we natuurlijk ook dingen kunnen zetten. Maar dit kunnen we dus doen door middel van de HMI. In de Uni-apps-modus, door ingangen te forceren naar 0, forceren naar 1. Maar ook hebben we dat in de online-modus. Dus als u online meekijkt met de PLC, krijgt u natuurlijk alle getalwaardes te zien. Daar kan ook gekozen worden voor normale werking, force to 0 of force to 1. Ik noem net al even Uni-apps. Ook daarin, als u gaat naar versie 2, de update doet, dan zult u zien dat er een klein minuutje toegevoegd is aan de Uni-app-modus. In het verleden was het zo dat u de rechterbovenhoek ingedrukt hield en na het indrukken van de rechterbovenhoek kwam u automatisch in de Uni-app-modus. In versie 1.12.20 is de functie toegevoegd dat u eerst een minuutje krijgt, zoals hier te zien is in de rechterbovenhoek, dat u kunt kiezen, ik wil een Uni-apps, ik wil een screenshot maken, of ik wil hier niet in, ik wil eruit, een cancel. Die cancel is ook fijn, want stel dat iemand zegt, van, nou, ik hou die rechterbovenhoek ingedrukt en ik kom in de Uni-apps-modus, dan moet hij ook weten dat hij inderdaad op dezelfde manier weer terugkomt. Maar we kunnen nu inderdaad op het moment van verschijnen van een minuutje ook op cancel drukken. Uiteraard is er ook een wachtwoord mogelijk op de Uni-apps-modus. Screenshot is heel leuk. Op het moment dat een SD-kaart in de PLC gestopt is, dan slaat hij automatisch dat screenshot op de SD-kaart. Die noemt hij de datum van vandaag en de tijd en dan saveert hij die als JPEG-formaat op de SD-kaart. Dat is dus makkelijk. Stel de machine staat in een bepaalde status en de operator zegt van joh, als ik deze parameters allemaal gebruik, dan loopt de machine niet lekker. Of hij zegt van deze parameters, dat zijn de perfecte parameters om de machine feilloos te laten lopen. Dan kunt u inderdaad daar een screenshot van maken. En zeggen van oké, hey, deze instellingen die bewaren we dus. En dat gaan we dan later toepassen als de heilige graal voor deze machine. Ook is het natuurlijk mogelijk om, en dat is een hele leuke, een trendgrafiek op het scherm te zetten. Die trend die kan automatisch gesaved worden naar de SD-kaart. Door middel van een knopje of door middel van automatisch als uw batch voltooid is. Die kunt u dan natuurlijk openen door middel van een CSV-formaat wat we ervan maken. Kunt u die eenvoudig in Excel bijvoorbeeld analyseren. Maar ook is het mogelijk om bijvoorbeeld te zeggen van hey, ik wil een screenshot maken van mijn HMI. Daarvoor hebben we een knop, een fototoestelknopje
toegevoegd aan de trendgraaf, dan maakt hij een pinscreen, een screenshot van de HAMI, alleen het deel van de trendgrafiek wat op het scherm staat. Bijvoorbeeld een bepaalde operator ziet dat er iets raars gebeurt in de curve van een temperatuurregeling. Of er zijn andere dingen die de aandacht vergen, dat je denkt van hey, die wil ik even opslaan, want misschien is dit wel ook weer een hele goede regeling geweest. Dan is daar een knop op het scherm verschenen in de trendgraaf met print screen. Dan wordt gewoon de schermafdruk bewaard ervan op de SD-kaart. Het leuke is dat in de voorgaande versie de SD-kaart ook benaderbaar is via de FTP-server die in de PLC nu standaard in zit als je die aanzet. En daardoor hoeft u dus de SD-kaart niet uit te halen, maar kunt u heel eenvoudig via extern, via Ethernet, de FTP-server van de PLC benaderen om daar de data's en de plaatjes dan eventueel van af te halen. Een andere vraag die we gekregen hebben afgelopen tijd is de datatabel. In de datatabel hebben we natuurlijk nulletjes en eentjes. Die staan bij een binaire waarde. We hebben nu de mogelijkheid, als we op de rechter muisknop drukken, om te zeggen van nou, ik wil niet nulletjes en eentjes zien. Ik wil daar een icoontje neerzetten in mijn datatabel. Dat is puur voor de visualisatie. Dan kunt u dus kiezen, oké, ik wil een plaatje voor als de waarde 0 is en een plaatje voor als de waarde 1 is. Die wordt alleen gebruikt voor visualisatie in je datatabel. Die wordt niet op het scherm gezet, die wil hem die 1, want daarvoor kunt u natuurlijk aan uw HMI het desbetreffende plaatje ook koppelen. Maar het is heel makkelijk om te zien in een datatabel, stel dat het een logging datatabel is, van welke status 0 en 1 is. Een nulletje en een eentje, dat is natuurlijk wel duidelijk te zien, maar een plaatje die wit is of een plaatje die rood is, dat heeft een hele grote attentiewaarde. Ook kan de numerieke format, kan ook gekozen worden hoe dat eruit moet zien. U kunt niet alleen maar kiezen voor de normale standaard presentatie van getalwaardes, maar u kunt ook kiezen voor hexadecimaal of met een komma erin, om te komen op de tweede plek, zodat u als u een temperatuur logt en die 23,1 graden is, niet 231 in de datatabel staat, maar 23,1 graden. 23,1. Dus alleen maar voor de gebruiker de leesbaarheid van de datatabel te verbeteren. Als we het hebben over functionaliteitsverbeteringen, dan is denk ik ook deze functie, de combo box, eentje die heel veel gebruikt wordt, die met goede recensies ontvangen is ook. Dat is inderdaad de combo box. Het leuke van de combo box is, nou in ieder geval de gevoeligheid is verbeterd ervan. Dat is de scrollbox, hè, waar we doorheen kunnen scrollen, waar we dus inderdaad van boven naar beneden of van beneden naar boven kunnen scrollen. De vraag is eigenlijk van op het moment dat ik één hoger of één lager wil, dan wil ik dat ook bij twee knopjes kunnen doen. Niet iedereen die wil swipen over het scherm heen. Er zijn ook mensen die willen dus inderdaad gewoon de knopjes bedienen. Dus we hebben knopjes aan toegevoegd. En daarnaast is het zo dat hij opent nu de combo box met de geselecteerde waarden. In de voorgaande versies was het zo dat hij de eerste in de lijst liet zien, maar nu is het zo dat hij de geselecteerde waarden laat zien in de combo box. En we hebben dus inderdaad de op-down toetsen erbij en het swipen is verder verbeterd. Als we kijken dus inderdaad naar functionaliteit, een van de andere vragen die we gekregen hebben en waar we op de achtergrond eraan het ontwikkelen waren, is om een messagebox toe te voegen. Een messagebox, heel veel mensen kennen het natuurlijk, hè. Je drukt ergens op en je krijgt nog een keer een bevestigende vraag. Weet u zeker dat u de telwaarde wilt inzetten? Ja of nee? U gaat nu door naar een scherm waarbij de trend zichtbaar is, waarbij je de machine niet meer kunt bedienen zolang de trend actief is. Ja of nee? Of bijvoorbeeld, u wilt naar een scherm gaan, wilt u hem kunnen bekijken als viewer of wilt u hem kunnen editen? Dan kun je dus inderdaad ook een driekeuze menu nemen. Zo'n combo box geeft dus inderdaad deze melding. Ik druk op een knop, overal waar een actie achter zit, een actieelement, kunt u dus zeggen van ik wil niet met de actions werken, ik wil met de messagebox werken. En dan kunt u aangeven of het een oké of een cancel is. En zo'n messagebox kunt u aanklikken, het vinkje kunt u aanzetten, show messagebox on pass. En dan hebben we een caption, reset telwaarde, vraagteken. Nou, die komt netjes boven in mijn dialoogscherm.
En u kunt de tekst aangeven. U heeft op de resetknop gedrukt. De typfout. Huidige telstand zal dan verwist worden. Doorgaan, vraagteken. Dat komt dan inderdaad ook op mijn HMI tevoorschijn. U kunt het icoontje kiezen. Warning, vraagteken of een uitroepteken. Dat kan het ook zijn. En u kunt kiezen welke buttons dat u wilt hebben. Oké, cancel, ja, nee, yes, no, cancel. En we hebben 4 varianten. En het leuke knopje is natuurlijk de preview. Dan kunt u kijken of u geen fout heeft gemaakt in het type, in het typewerk wat u had moeten doen. Maar ook hoe het dialoogscherm eruit zal zien. En dan onderin kunt u aangeven, als ik op oké druk, welke actie wil ik dan hebben. Als ik op kansen druk, dan is het dus afbreken, dan zal die geen actie nemen. Als ik op oké druk, dan kan ik daar de actie achterhangen. De actie kan bijvoorbeeld zijn een bitje zetten. Maar het kan ook zijn een ander scherm laden. Het kan zijn een bit hoog maken, een bit laag maken, een bit tokkelen. Eigenlijk alle acties die u ook in de actions box kunt kiezen. Alleen nu komt op de actions een extra message. Dus u hoeft in het element zelf de actions niet aan te geven. U geeft dan de actions aan in de message box properties. Andere aanpassingen die er zijn geweest. Natuurlijk. Meerdere animated GIF's op één scherm, dat is ook nieuw in deze versie. In het verleden was het zo, 1 animated GIF per scherm. Door de vele vragen voor meerdere animated GIF's te kunnen gebruiken, hebben we inderdaad die vrijschakeling gedaan en die programmering op de achtergrond om dat mogelijk te maken. Video natuurlijk, die kon al in de voorgaande versie vanaf de SD-kaart afgespeeld worden, maar nu ook inderdaad met een netwerkcamera. Een camera met het RTSP-protocol, Real-Time Streaming Protocol. Dat is een algemeen gebruikt protocol. Dat is gewoon een netwerkcamera, een IP-camera zoals ze dat noemen. Daarvan kan dus inderdaad in een box het beeld weergegeven worden. Het leuke is dat we ook videocontroles erbij krijgen om te zeggen van ik wil het beeld stoppen of ik wil het beeld weer afspelen. Extra is er ook een stukje beveiliging aan toegevoegd. We hebben natuurlijk de VNC Viewer. De VNC Viewer waar een wachtwoord op gezet kan worden op de connectie van de VNC. Maar we hebben nu tevens ook nog de mogelijkheid om in te loggen als full access. Dan kunnen we gewoon het scherm van de PLC op afstand helemaal bedienen en overnemen. Of we kunnen in view-only modus binnenkomen. Dan blijft het scherm natuurlijk overgenomen worden. Alleen de knoppen, de acties kunnen niet meer gedaan worden. Kunt u alleen meekijken wat de status van de machine is of hoe de machine draait. Dan zegt van nou, ik wil wel de baas de toegang geven tot het scherm bekijken. Dan kunt u zeggen, nou, ik wil een view only geven. Ook natuurlijk is er in de Uni-apps een toevoeging geweest. In de Uni-apps kunt u ook inloggen als full access. Dan kunt u dus een wachtwoord voorop geven. En als guest kunt u een wachtwoord opgeven. Dus iemand die alleen de gastwachtwoorden heeft, die kan dus inderdaad IP-adressettings niet aanpassen. En dat soort instellingen kunnen niet aangepast worden. Alleen als je administrator wachtwoord hebt, dan kun je dat aanpassen. Dat is ook voor die configuratie. Die IO-configuratie is alleen aan te passen dan als je als administrator ingelogd bent. Daar zit dus ook een wachtwoord op. Tegen upload uiteraard, maar dat was al aanwezig. En natuurlijk de webserver, daar hebben we een aantal nieuwe elementen in gekregen. De webserver, dat zijn bijvoorbeeld de gouges en de advanced bar graphs. Nu wil ik jullie een aantal kleine zaken laten zien hoe dat we dat in de software opgenomen hebben. Daarvoor ga ik inderdaad een aantal toepassingen verder met u delen. De Unilogic ga ik met jullie delen. Mijn Internet Explorer ga ik met jullie delen. En ik wil zeggen, er stond er nog één open die ik met jullie wilde delen. Nou, die staat op een andere plek. Connect de VNC Viewer. Die ga ik het wachtwoord full ga ik ingeven. Nu ben ik ingelogd samen met jullie. Nu zien jullie inderdaad mijn mijn HMI, mijn Unistream zien jullie, de VNC. De VNC. Ik heb hier de webpagina geopend via die jullie kunnen zien. En inderdaad de VNC. Als ik nu inderdaad bijvoorbeeld de slider verhoog,
Dan zien jullie op de achtergrond dat, dat is ook een nieuw element in de voorgaande versie trouwens, dat de bar graph en de indicator mooi netjes omhoog gaan. En we zien dat die niet schokkerig gaat, maar we zien dat die netjes aangestuurd wordt. Dus, en de update heel vloeiend gaat. Dit is de webserver. Dit is de geïntegreerde webserver zoals die hier staat. Het leuke is dat ik inderdaad op de webserver niet alleen kan meekijken. Ik zou hem aan kunnen klikken en ik kan ook een nieuwe waarde ingeven als ik dat vrijgeef. We zien ook dat die waarde, als ik hem op 70 zet, hier in die bar graph aangekoppeld is als een indicator voor bijvoorbeeld een setpoint voor een temperatuurmeting. En dat zijn een paar waardes die ik even sowieso wilde laten zien. Als we kijken naar bijvoorbeeld zo'n combo box wat ik heb, of een ander element. Nou, ik heb hier een functie staan, optellen. Ik druk hier op optellen en hij telt netjes op. Dat is gewoon de actie die aan een knop hangt. De combo box, of tenminste de combo box, de message box die ik heb. Ik heb hier de functie reset. Die staat hier geprogrammeerd. En bij de acties koppel ik daar niets aan, maar ik ga naar de message box. En in mijn message box kan ik nu aangeven dat ik bijvoorbeeld een, kan ik gelijk mijn typfout aanpassen, een caption wil hebben, reset telwaarde. U heeft de reset knop gedrukt. De huidige telstand zal dan worden gewist. Wilt u doorgaan? Dan kan ik kiezen voor een warning, information, een question of een error. Nou, een error is het niet, een warning is het wel. Ik vind het een waarschuwing, let op. Je gaat de telwaarde veranderen. Nu heb ik hier de mogelijkheid om te kiezen voor oké. Oké en cancel. Yes en no. Yes, no en cancel. Bij yes en no heb ik dus twee acties die ik eraan kan kiezen. Bij yes, no en cancel, dan heb ik dus drie knoppen. Yes kan ik acties aankiezen. No kan ik acties aankiezen. En bij cancel ga ik gewoon terug. Hier heb ik dan de acties die ik heb bij de oké button. Daar kan ik dan inderdaad ook weer mijn extra acties aan koppelen. Het zou ook kunnen zijn dat ik zeg, nou, het is geen reset teller, het is een load screen wat ik doe, dat ik naar een ander scherm ga. Ik kan ook zeggen, als ik op ja druk, ga ik naar scherm 1, druk ik op nee, ga ik naar scherm 2, druk ik op cancel, doe ik iets. Nou, hoe ziet dat er dan uit als ik dat gedownload heb? Nou, dan heb ik hier de knop reset. U heeft op de reset knop gedrukt. De huidige telstand zal dan gewist worden. Wilt u doorgaan? Ik druk op cancel, er is niets gebeurd, hij staat nog steeds op 72. Als ik op oké druk, dan ziet u, de telwaarde is gewist. Wat ik doe is, ik zet een bitje en in mijn ladder reset ik de desbetreffende waarde. Combo box. De combo box is eigenlijk het element die hier staat, combo box, waar u dan heel eenvoudig gewoon een collectie aan kunt toevoegen, welke waardes. Daar koppelt u dan een numerieke waarde aan. En afhankelijk van de keuze wordt dat een numerieke waarde. Heel mooi om te gebruiken bijvoorbeeld in een receptkeuze met een datatabel als achtergrond. U kiest gewoon op combo box. En u kunt hier doorheen swipen. En het leuke is, hij staat nu op combo box. Ik kies er eentje. Ik kies nummer 5. En ik zeg oké, nu staat hij op nummer 5. Ik klik erop en hij onthoudt, ik sta op nummer 5. En ik kan nu inderdaad zeggen eentje hoger of eentje lager. Ik kan ook natuurlijk op cancel drukken en op oké. Nu is die juiste waarde gekozen. Nou, de slider hadden we al gezien in de voorgaande versie. Maar dit is dus gewoon een numerieke waarde die ik eraan koppel. Zolang ik de knop ingedrukt hou, kan ik schuiven. Dan zien we ook dat die waarde aangepast wordt. Ja, dat zijn de nieuwe elementen. Daarnaast hebben we natuurlijk bijvoorbeeld, als we kijken bij de trend, hebben we nu de knop neem een foto gekregen. Je kunt gewoon een trend die je op je scherm zet, gewoon heel eenvoudig dus een printscreen van maken. Nou, de andere toepassing is natuurlijk de webserver. De webserver waar je gewoon een nieuwe grafische editor voor krijgt. Het leuke is dat we in deze webserver ook kunnen inloggen, uitloggen, allerlei functies inzetten, want we kunnen rollen aanmaken om zeg maar eigenschappen eraan te geven. We hebben hier de mogelijkheid bij de webserver om inderdaad roles en users aan te maken die dus bepaalde functies wel en niet hebben. Nou, de webpagina, hier staat de numerieke waarde
Die numerieke waarde die is niet read-only, die is aanpasbaar. Maar dat zagen we net op mijn HMI of op mijn webpagina. Deze graf, die kunnen we dus heel eenvoudig hier uit de graf meters pakken. Een linear gauge, circular gauge. En we kunnen dus ook inderdaad zeggen, ik zet er nog een rond element bij. En dan kunt u kiezen voor hoe dat het element gevormd moet worden. Het leuke is, zelf op vector gebaseerd. En ze kunnen overlappen. Het leuke is dus, hij haalt eenmalig haalt hij de layout op. Daarna haalt hij alleen de numerieke waarde achter het element op. Of voor de communicatie. U zult dus ook zien dat hij heel snel een update krijgt. Ja, dus het is een vector gebaseerd grafisch elementje wat we hebben. Nou, ik heb hier dus inderdaad een element wat ik aan kan kiezen. Dan kan ik zeggen, ik heb hier een link die ik eraan koppelt aan mijn tag. Dat geldt ook voor de bar graph. De bar graph heeft nog een aantal extra gimmicks. Daar zit natuurlijk de vulling in. Er zit een pointer in. En eventueel kunnen we ranges aan toevoegen. Net zoals bij deze indicator. Ik hier extra kleurtjes aan toegevoegd heb. Dat doen we door middel van ranges. Ik kan ook voor de stijl kiezen. Hoe moet hij eruit zien? Ik kan hier heel eenvoudig dus mijn grafische opmaak gewoon compleet aanpassen door een keuze uit een selectiebox. Dat geeft mijn grafische layout natuurlijk hele mooie vormen. Ook kan ik inderdaad mijn achtergrond een kleur kiezen of ik kan bijvoorbeeld een afbeelding daarin zetten. Als ik zeg van ik wil een mooie afbeelding op de achtergrond hebben en daar mijn HMI overheen maken, dan kan dat dus ook met mijn webpagina. Nou, mijn webpagina, ik liet hem net al even zien. Hier staat mijn webpagina en ik kan dus inderdaad die numerieke waarde aanpassen. We zien ook dat die pointer dan hier netjes meeloopt. Dat is bijvoorbeeld mijn preset van een temperatuurregelaar. En de temperatuur die komt bijvoorbeeld in de bargraph zelf te zitten. Dan heeft u in één element direct beide overzichten te pakken. Nou goed, dit zijn inderdaad even wat grafische functies die erbij zijn. Natuurlijk hebben we ook, zoals mijn collega Erik Seiner ook al even noemde, de mogelijkheid via media. Met media hebben we hier de mogelijkheid, we zeggen natuurlijk PDF viewer, hè, zoals in de vorige release al verschenen is. Maar we hebben ook de mogelijkheid om video op het scherm te toveren. Dat kan zijn een bestand, kan gewoon een videobestand zijn wat op de SD-kaart staat. Maar ook een streamingfile. Dan geef het IP-adres in, poort wat het is en eventueel een username die ingevuld moet worden. En een wachtwoord als dat nodig is in de IP-camera. Dan wordt het beeld automatisch getoond. Ook de videocontroles kunt u daaraan toevoegen. Het is MP4 compressie wat we eroverheen kunnen afspelen. Dat zijn eventjes de elementen die we hebben. Ook natuurlijk kunt u die webpagina's allemaal in een library zetten. Net zoals de schermen die maakt en de laddercodes. Nou, goed. In de laddercodes zitten wel een paar extra elementen. Maar dat zijn elementen voor bijvoorbeeld de SNMP en het pingen van andere TLC's. Mocht u inderdaad eerst een verbinding willen checken of zo voordat u een e-mail uitstuurt, kan dat inderdaad gedaan worden. Goed, dat zijn de advanced bar graph op de webserver en de natuurlijke webserver zelf, de gauges die er zijn. En nu wil ik inderdaad het woord weer even teruggeven naar, aan mijn collega Erik Seiner. Dat is een goede. Oké. Okay. Dankjewel, ja. Remco. Graag gedaan. Voor jouw heldere uitleg. Ja, we hebben een aantal noviteiten kunnen zien. Het gaf ons een duidelijk beeld van wat er nu is. Hè. Het mooie wat mij altijd aanspreekt en dat je dat ook nog eens een keertje softwarematig duidelijk in beeld ziet. Door Remco in dit geval gepresenteerd. Live videobeelden, die webserver hebben we gezien. We hebben die nieuwe analoge inputkanaal gezien, hoe we die waardes kunnen instellen, het I.O. forceren bijvoorbeeld, de screenshot mogelijkheid en als laatste eventjes wil ik ook noemen die pop-up scherm die komt, oftewel de HMI message box. Als laatste wil ik u nog eventjes erop wijzen dat wij meerdere webinars geven. Als we naar onze hoofdpagina gaan, dan komt u bij het kopje agenda en via agenda komt u bij onder andere webinars.
Als je daar webinars klikt, dan zie je eigenlijk de webinars die eventueel gemist zijn. Dus je kunt ook nog eens keertjes terugkijken naar de webinars. Wij zullen ook deze webinar online zetten, waardoor u de keuze nog een keertje of de presentatie nog een keer kunt bekijken. Zoals vandaag, Unitronics, Unistream Nieuws. De volgende Unitronics gaat over de Samba en die is op 8 april. Als u daaraan wenst deel te nemen, kunt u zich al aanmelden. Ook geven wij workshops uiteraard. U kunt naar workshops gaan en als u daarop klikt, dan zien we ook de workshops. De eerstkomende die gaat plaatsvinden is op 5 maart. Dat is een Samba training, Unitronics Samba training, inclusief hardware. Ook daar kunt u zich voor aanmelden. Daar leert u dus alles over de VisiLogic technieken. En we gaan ook in april een training geven voor de Unistream, inclusief hardware. Maar daarvoor komt meer informatie binnenkort op de website te staan. Goed, ik wilde iedereen bedanken voor zijn aanwezigheid. En mochten er vragen zijn, stel ze gerust. U kunt een vraag stellen naar unitronics@isotron.nl of eventjes naar ese@isotron.nl. Dat is mijn e-mailadres of naar remco@isotron.nl. Bij deze, dank u wel voor uw aanwezigheid en tot een volgende keer. Dank u wel.